Goedemorgen, dames en heren. In de eerste plaats zou ik Mart willen bedanken voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Niet alleen omdat het erg aardig is om iemand daarvoor uit te nodigen, maar ook omdat het tot mij doorgedrongen is dat vele lijntjes in de geneeskunde in dit gebouw vanuit het hele land samenkomen. En dat kunnen we hier ook om ons heen zien. En dat is toch wel een bijzondere situatie. En tenslotte is het nog zo dat dit voor mij weer de eerste lezing is na een stiltetijdperk ten gevolge van de corona. En is het ook extra leuk om het weer eens over je vak te hebben. Deze keer gaan we praten over scheurbuik, zoals je ziet. En we gaan verhuizen naar Spitsbergen. En dan moet ik even kijken. Ja. Hier ziet u, dat laten we maar even dat de titelpagina noemen voor de mensen die ooit in Leiden gestudeerd hebben. Is het leuk om te zien dat dit het oude anatomiegebouw is. Inmiddels tot monument verheven en daar zitten buitenlandse studenten in die aan hun PhD, zoals dat tegenwoordig noemt, aan hun proefschrift bezig zijn. Het volgende plaatje geeft u veel meer informatie, want dat is een plaatje uit de bosatlas, nog van school, u herkent het wel. En de pijl wijst een plek aan die nauwelijks te zien is, maar dat zit op de top van de wereld. En dat is Spitsbergen, een archipel van eilanden. En u ziet dat het daar in het water ligt, maar dat is tegenwoordig weer bijna, geloof ik, grotendeels het geval. Maar in de tijd 1980, waar we naartoe teruggaan, en we gaan straks ook helemaal terug naar het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw en de 18e eeuw, zat dat natuurlijk nog aan de Noordpool vast in een groot massief zeeijsblok. En waarom deze plaats? Nederland ligt natuurlijk op de plaats die u kent, maar begon vanuit Portugal en vanuit Spanje begon de handel op Indië op gang te komen die profijtelijk was. En in de lage landen probeerde men daar ook te komen om mee te profiteren, maar dan zonder in conflict te raken met die twee landen. En dat betekende dat bijvoorbeeld van Linschoten met deze mensen meevoer om de weg naar Indië te vinden, in dit geval in dat geval om Afrika heen. Maar door de storing heeft men tegelijkertijd ook geprobeerd om de Noord te komen. En daar heeft Willem Barents zijn best over gedaan, waar ik nog naar zijn graf gezocht heb, wat ook best wel een interessante lezing is. Maar in ieder geval, die is weliswaar mislukt na drie pogingen, maar toch heeft dat profijt gehad, omdat men toen walvissen tegenkwam in grote aantallen. En Nederland, of de lage landen beter gezegd, had in die tijd grote behoefte aan olie, omdat het eigenlijk de voortrekkersindustriële natie was in Europa van die dagen. Het was nodig als smeerolie in de molens, het was nodig als lampenolie, er kon zeep van gemaakt worden. En deze walvissen die hadden heel veel spek bij zich en dat betekende dat ze dat konden gebruiken. En hier ziet u uit diezelfde bosatlas Spitsbergen van dichterbij. U kunt goed zien dat het een groep eilanden is. En u kunt ook zien dat het hagelt van de Nederlandse namen die aan de diverse onderdelen gegeven zijn. Wat duidelijk ook wijst op het feit dat we daar als eerste actief waren. Want op die tocht van Willem Barents, die ik daarnet even aanstipte, is eigenlijk de archipel en de naam Spitsbergen ook ontstaan. En wij verhuizen naar dat rode blokje wat u daar ziet, want daar zijn twee eilanden waar ik u mee naartoe ga nemen. En die zijn hier nog een keer aangegeven. Overigens is deze kaart een ijzergravure die in de Eerste Wereldoorlog gemaakt is, toen Spitsbergen voor het eerst van enig strategisch belang was. Dat is later weer minder geworden. En het gevolg is dat de kaart van toen in 1980 nog de beste kaart steeds was in de regio, omdat er nog niet veel belangstelling voor was.
De linkerpijl wijst naar een landengte die bijna op zeeniveau ligt. En dat is van het eiland Amsterdam-eiland, genoemd natuurlijk naar Amsterdam. En de pijl rechtsboven wijst naar een vrij vlak eiland met een enorme berg erop, Zeeuwse Uitkijk geheten. En op die twee plaatsen was in die tijd, vooral begin 17e eeuw en in de 18e eeuw, was er enorme activiteit in de paar zomermaanden dat het zeeijs verdwenen was. Want dan kon men de walvissen niet alleen vangen, maar ook zeg maar op het strand slepen met kaapstanders. En daarbij moet u voorstellen niet een zandstrand, maar een keienstrand. Ik laat u daar straks nog een plaatje van zien. Dat werd natuurlijk veelal onderbroken door ijsschotsen die op de kust terechtkwamen. Daar laat ik u ook een plaatje van zien, zodat dat voor u een beeld oproept. En later is men die stations die daar waren om de walvissen van hun spek te ontdoen, want daar ging het natuurlijk om. Later is men eigenlijk, omdat er lokaal steeds minder walvissen kwamen, is men richting het noorden van Canada gegaan om langs het zeeijs van de Noordpool walvissen te vangen. En die het spek af te nemen, maar grotendeels ook daar te verwerken. Maar dat wil zeggen daar hier op Spitsbergen. En u begrijpt wel dat in die activiteit natuurlijk op zee ook mensen omkwamen. En in de Lage Landen was het in die tijd nog niet gewoonte om de mensen een zeegraf te geven. Want tot dat moment kwam men wel op zee vanuit de Nederlandse kust. Maar dat was dan vooral voor de lokale visserij op de Noordzee. En mensen die overleden werden, tenzij ze overboord geslagen waren, die werden teruggenomen naar Nederland en in het dorp of het stadje waar ze vandaan kwamen begraven. En omdat men natuurlijk met de lichamen niet die lange terugtocht kon maken, betekende dat waar de traanovens waren, er ook langzaam maar zeker een grafveld ontstond waar de overledenen in terecht kwamen. En in dat tijd is mij gevraagd om daar naartoe te gaan, om te kijken door een expeditie die in 1980 op poten gezet was door het Arktisch Centrum in Groningen, onder leiding van Laurens Hakboord, die geïnteresseerd was als archeoloog in de walvisvaart, maar ook natuurlijk geneeskundige aspecten tegenkwam, met name het frequent voorkomen van scheurbuik, niet alleen ter plaatse, maar ook op de vloot die walvissen ging vangen. En ook vermoedens dat misschien ook wel weer terug te vinden zou zijn te velden. En wij hadden met Wim Mulder, die hier overigens in de zaal zit, net een uitgebreide opgraving gedaan in de Pieterskerk in Leiden, waar ook allerlei geneeskundige zaken gevonden werden. Dus ik was direct zeer geïnteresseerd, maar had er mijn twijfels erover of dat wel succesvol zou zijn. Omdat zoals ik mijn pathologie geleerd heb, ik ben overigens anatoom, wel arts, maar anatoom. Scheurbuik een typische wekendelenziekte is. En ik verwacht natuurlijk alleen maar skeletten te vinden. En daarvoor ga ik met u terug, zoals u ziet, naar 1664. Want in 1664 liep de zaak knijpen op Spitsbergen, eigenlijk de jaren daarvoor al. Omdat de Engelsen, onze grote concurrenten op de Noordzee, die hadden in de gaten dat dit een zeer profijtelijke onderneming was van de Noordse Compagnie. En die begonnen aan acties waarbij men trachtte op Spitsbergen te komen voordat de Nederlandse vloot, de walvisvloot, aankwam, om op het strand, dit is een gravure uit die tijd, de boel kort en klein te slaan. Want dat betekende dat van de paar weken dat er maar gewerkt kon worden in die ijsvrije periode, ook een flinke brok verloren ging met de wederopbouw om je activiteiten te ontplooien. En dat betekende gewoon grote economische schade.
En toen heeft de Noordse Compagnie besloten om 7 man achter te laten en te laten overwinteren, waar ik met u over ga praten. En kennelijk waren de Nederlandse zeelieden, waar wij allemaal van afstammen, in die tijd dermate tof dat je daar kennelijk de Engelse vloot mee van de kust kon houden. En deze mannen, die ziet u hier afgebeeld, en de vertrekkende vloot op 11 september. En dan begint het al flink koud te worden, ook in die tijd op Spitsbergen. En die 7 man, die hebben het niet overleefd. En die 7 man, die hebben ze in het voorjaar, toen de nieuwe vloot aankwam en het ijs weer ontdooid was, maar er nog wel sneeuw lag, waarover straks meer, hebben ze gevonden in een van de tenten die u net zag. Een tent is eigenlijk meer bedoeld als aanduiding van de vorm van een tent zoals u die kent. Maar u zag dat ze natuurlijk van hout waren, hè, in die tijd. En elke stad die meedeed in die Noordse Compagnie, bijvoorbeeld Middelburg, om er maar eentje te noemen, of Hoorn of Enkhuizen, die hadden daar een tent staan om hun, zeg maar, waar hun gereedschap in opgeborgen werd, ook voor de winter, zodat ze in het voorjaar weer snel van start konden gaan. Dat avontuur van die mannen is een avontuur geworden omdat ze het niet overleefd hebben, maar hun dagboek wel gevonden is in het voorjaar, waarover straks meer. En zoals het toen ging aan het, in de 17e eeuw, dan werd daar een soort verslagje van gemaakt. En dat werd als drukwerk verspreid, zoals, je moet zich voorstellen dat de Nederlanders daar erg in geïnteresseerd waren, wat er allemaal over zee gebeurde. En dat kon je voor een paar duiten, letterlijk en figuurlijk, kon je dat kopen. En dat lag bij wijze van spreken bij de barbier, zoals tegenwoordig de Panorama bij de kapper ligt. En was dat gewoon gezellig om te lezen. Maar dat was natuurlijk veel korter dan het originele dagboek. Het werd in dit geval in Amsterdam uitgegeven, zoals u ziet. En als je dat leest, nou staat het hier in het Engels, maar ik zal het u in het kort in het Nederlands verhalen. Dan komt het erop neer dat 11 september die schepen vertrekken en dat de bemanning ogenblikkelijk probeert om lepelblad te vinden. En lepelblad in Nederland is ongeveer van deze grootte. Maar op Spitsbergen, waar het koud is, lijkt het meer op klaver, zoals u dat kent. Daar is het dus eigenlijk heel erg klein. Maar er was natuurlijk een reden dat ze dat verzamelden. En de reden was dat ze wisten uit ervaring dat dat hielp tegen scheurbuik. En tot hun verbijstering merkten ze dat toen ze gingen zoeken, dat dat al zaad geschoten had, dat lepelblad. En dan wisten ze ook uit ervaring dat het niet meer hielp tegen de scheurbuik. 24 november, dat is dus eigenlijk heel kort daarna, beginnen de eerste symptomen van scheurbuik al. Als u enkele weken geen groente eet, krijgt u helemaal geen scheurbuik. Kennelijk was bij de mensen die daar zaten al een soort voorstadium, al een tekort aan vitamine C, zoals wij weten, aanwezig, waardoor na hele korte tijd die scheurbuik uitbrak. Daar waren ze niet verbaasd over, want dat gebeurde in Nederland aan het eind van de winter en het vroege voorjaar wel meer, omdat men een hele winter gedroogd vlees en ingemaakte zaken had genoten. Maar ja, zat te wachten op de eerste oogsten in het voorjaar en de zomer om op die manier hun vitamine C binnen te krijgen. En dat duurde dan toch net te lang, omdat men niet besefte waar men mee bezig was. En brak er dus breed scheurbuik uit in Nederland. En vooral natuurlijk, zoals bij het beleg van Leiden, als er helemaal geen aanvoer meer was, dan was eigenlijk vooral het de scheurbuik die de mensen deed overlijden en niet de gevechtshandelingen van de vijand. Nou, op 2 december, daar komen we straks ook op terug, werd er een scheurbuikdrankje, een anti-scheurbuikdrankje genomen. De apothekers in Nederland die maakten anti-scheurbuikdrankjes die grif verkocht werden aan de bemanningen. En die namen dat mee onderweg om dat in te nemen. En zo hadden deze mannen dat ook bij zich. Ze namen het in, 2 december, vlak voor Sinterklaas. Maar het hielp natuurlijk helemaal geen snars. En
vlak voor kerstmis, 24 december, staat er in het dagboek dat alle mannen ernstige pijnen hadden in de ledematen. En het wordt nog erger, want u ziet dat halverwege januari gaan de eerste drie mannen dood. Die worden in kisten gezet, maar die durven ze niet uit de hut te nemen vanwege de ijsberen. Die mannen worden in de kisten rechtop binnen in die hut, tent genoemd, tegen de muur gezet. En die bevroren daar ter plaatse. 7 februari hebben ze allemaal klachten, maar veel ernstige klachten. Er wordt bloed gespuugd, er zit bloed bij de ontlasting. En ze hebben zo'n pijn in hun mond, met name aan hun gebit, dat ze de harde kaak, maar ook bevroren eten, eigenlijk niet kunnen kauwen, omdat dat gebit te veel pijn doet. Daar komen we straks ook op terug, want het heeft natuurlijk eveneens met die scheurbuik te maken. En 26 februari wordt de laatste aantekening door de nog laatst levende man gemaakt. En die laatste aantekening luidt als volgt. En dan gaat het over de 26 februari. Wij bidden God met gevouwen handen dat hij ons uit deze benauwde wereld wil verlossen. Als hem belieft, zo zijn wij gereed. Want wij mogen het dus niet langer harden zonder eten of vuur. En wij konden mekander niet helpen. Elk moet zijn eigen last dragen. En dit was de aantekening, de laatste aantekening van de laatste levende. Een uitermate treurige afloop, maar natuurlijk ja, wel voor meneer Zaagman die in Amsterdam de papieren verkocht, natuurlijk wel voldoende drama om dat uit te geven. Maar er staat meer, want er is toegevoegd aantekeningen van degene die deze overleden mannen in die hut in het voorjaar vonden. En die ga ik u ook even lezen, omdat ik daar later op terug moet komen. Ik weet dat voorlezen in de klas altijd een vreselijk slaapverwekkende activiteit is. Het is maar kort. De schepen het navolgende jaar in 1635, daar wederkomende, vonden zij allemaal doodleggen in haar tent. Hadden zij van binnen toegemaakt om voor de beren en anders bevrijd te zijn. En alzo het de tent van Middelburg was, zo braken zij die voor ons aan land kwamen de achterdeur. En een bakker klom in en liep over de zolder, daar nog enige stukken van de voornoemde hond te drogen hingen. In het verslag wordt melding gemaakt dat men twee honden bezig hadden. En kennelijk was de honger zo groot dat men de dode hond te drogen heeft gehangen op de zolder. En klom de trap in het victualienvertrek weer neer. En al zo het donker was, trad hij op een dode hond, de tweede hond. Want zij hadden twee honden gehad die daarvoor de trap leggende gestorven was. De derde, hij deed de binnendeur op en liep in het duister naar de voordeur toe om die open te doen. Maar onderweg liep hij tegen de doden aan. De deur geopend wezen, zagen zij elk daar liggen, dood in een krib. Drie stonden in kisten, Klaas Florisszoon en nog één lagen in hun kribben. En de andere twee lagen midden op de vloer, op enige zeilen en ander goed, hadden de knieën bijna tegen de kin opgetrokken, zo krom waren zij gestorven. Ze maakten kisten voor elkaar en begroeven die in de sneeuw tot het begon te smelten en het land bloot kwam te liggen. Het best dat zij konden. Alle zeven naast elkaar zeiden en leiden stenen op haar kisten, omdat zij van het wild niet verscheurd zouden worden. Zoals u straks zult zien, zijn alle begravingen daar eigenlijk boven de grond, omdat het zo is dat dit zo hard bevroren is, ook door de permafrost, dat ingraven niet mogelijk is. Dus men begraaft in de kisten zo diep mogelijk. Dat is eigenlijk maar zo'n centimeter of 10. En dan wordt het met zware keien afgedekt, zodat de ijsberen daar in de winterperiode geen maal aan hebben.
Nou, na dit verhaal is er een lange tijd een eeuwen rust geweest op Spitsbergen. Maar in de 19e eeuw begon er vanuit Europa belangstelling voor die eilandenarchipel te komen door pelsjagers. En die pelsjagers waren nieuwsgierig, die vonden die graven uit de 17e en 18e eeuw, braken ze open om te kijken of er wat te vinden was. En dat werd zo aangetroffen door een expeditie vanuit Nederland, de zogenaamde Willem-Barents-expeditie. Daar zijn er overigens een paar van geweest eind 19e eeuw. Hier ziet u een fotoweergave uit 1887 links, waarbij de bemanning van dat zeilschip van die Barents-expeditie, die er vooral als doel had geologische informatie te verzamelen, dit aantroffen. En dat was niet onverwacht voor ze. Ze hadden daar al berichten over gekregen en vandaar dat ze, en dat ziet u ook in het midden, of bijna in het midden, een grote steen hadden meegenomen tegen die stapel daar uit Nederland ter ere van de 7 overwinteraars die daar overleden waren. Alleen die 7 overwinteraars hebben ze nooit gevonden. En dat was reden, en dan gaan we dus naar het rechterplaatje, dat in 1906 koningin Wilhelmina besloot dat dat gedoe op Spitsbergen en het verstoren van de zeemansgraven afgelopen moest zijn. En die heeft dan toen haar majesteits panzerdekschip Friesland naartoe gestuurd met 200 mariniers. Niet om bij de bevolking orde op zaken te stellen, want er woonde helemaal niemand. Maar die 200 man het eiland af te laten zoeken naar dat graf, gezamenlijke graf van die 7 overwinteraars. En helaas hebben ze dat niet gevonden, maar ze hadden wel een steen bij zich van koningin Wilhelmina, die u ook op die grote stapel ziet waarin ze alle skeletten uit de graven verzameld hadden. En daarbij worden alle mensen die daar omgekomen zijn in die Spitsbergen archipel, worden daar geëerd. En hier ziet u dezelfde situatie zoals die aantroffen in 1980. Beide steden zijn er nog. De stapel is wat ingezakt. Enige beweging in het aardoppervlak en dus ook daar. En u ziet rechts onder mijn rugzak nog staan. En nu moet ik nog teruglopen naar het hoofdkamp waar de archeologen zijn. En had ondertussen aan een student, Menno Hoogland, gevraagd of die wat zoetwater wilde verzamelen, zodat er gekookt kon worden in het hoofdkamp wat langs de kust lag. En teruglopend zag ik dat dat niet erg vorderde. Het is niet ongebruikelijk om te zien dat studenten minder voortgang maken dan je eigenlijk hoopt en meer tijd wegen de tocht naar beneden. En tot mijn verpletterende verbazing kwam daar de kop van een dij. Wel ongeluk dat die niet op hun plaats lagen, dat zult u straks begrijpen. Hebben van wat we nog wel in situ lag, hebben we draadpoppetjes gemaakt die u hier ziet. En inderdaad zijn er een aantal mannen die de knieën opgetrokken hebben, maar er is ook iemand die hem zo ver opgetrokken heeft dat er een speciale kist voor gemaakt moest worden, van wrakhout overigens. En u weet uit het verhaal wat ik u voorgelezen heb, dat toen men in die kisten zat, men kennelijk niet definitieve begraving kon geven, maar dat die eerst in de sneeuw zijn gezet buiten, omdat er nog zoveel sneeuw lag in het vroege voorjaar. En als dus een kist niet een duidelijk hoofd- en voeteneinde heeft, omdat iemand daar eigenlijk geheel gehurkt in terechtgekomen is, als je dan moet verhuizen naar zijn definitieve plaats die u er net zag, dan treedt er iemand draait de kist om of iemand moet even uitwijken ergens voor. Dan denk je dat je weet wanneer die rechtop ligt, maar natuurlijk gok je in de helft van de gevallen mis. Maar dat was behalve dat het om een gezamenlijk graf ging van 7, wat op Amsterdam eiland verder niet te vinden is. En ook de houdingen van de personen gaf eigenlijk aan dat we hier met die 7 overwinteraars te maken hadden. Ik laat u daar straks nog wel wat meer van zien. Maar aardig is dat 30 jaar nadat die mannen omgekomen waren, werd die prachtige atlas van blauw gemaakt. Die zult u hier niet hebben, denk ik, want dat is niet geneeskundig genoeg. En die atlas die blauw maakte van de hele wereld, daarbij moet u zich voorstellen, tenzij u het al kent,
dat op de ene pagina werd een kaart afgebeeld van het stuk wat besproken ging worden in de atlas. En op de rechterpagina staat, net als bij de Guide Michelin of de Baedeker, staat een soort verhaaltje van wat interessant is van dat gebied. En zo staat daar ook nog eens een keer het verhaal van die 7 overwinteraars vermeld met namen, met de namen van degenen die daar omgekomen zijn. En in die atlas van Blauw wordt daar het volgende van opgemerkt. Hare lichamen, meer dan 20 jaren begraven, het gaat over die 7 overwinteraars. Hare lichamen meer dan 20 jaren begraven zijn zo vers en geheel, alsof de ziel daar geen uur uit geweest had. Zo vrij is dit overkoude gewest van alle verderfenis en verrotting. Met andere woorden, het was toch zo koud dat die lichamen kennelijk heel goed intact bleven. Daar kom ik ook weer op terug. De onderste is een proximaal uiteinde van een radius, daar waar de biceps aan hecht. De onderste is van een van de 7 overwinteraars en de bovenste is van het eilandje Zeeuwse Uitkijk waar we straks naartoe gaan. En u ziet dat er een scheur is opgetreden in de corticalis, in het bot. En dat bij de bot die daarboven ligt, dat er een zwarte verkleuring zit. Die zal ongetwijfeld bij de onderste ook gezeten hebben, maar in dat lage stuk waar de gemeenschappelijke graf was, was kennelijk door dooien en vriezen zoveel spoeling in het graf dat de kleurstof verdwenen is. En hetzelfde ziet u hierboven van een van de overwinteraars, distale ulna uiteinde. En de onderste van de Zeeuwse Uitkijk. En u ziet bovendien dat de epifyseerschijf daar nog gezeten heeft, omdat de epifyse zelf niet vastgegroeid is aan de schacht en we dus kennelijk met hele jonge personen te maken hebben. Ik ga dit verder toelichten op beter materiaal wat op Zeeuwse Uitkijk is gevonden, wat ik u op de andere kaart wil laten zien. Maar hier is het nog. Hier heb je dus ook een soort strandsituatie waar je walvissen net op zou kunnen trekken. En er stonden iets van 7 of 8 ingestorte tranenovens waar de traan uit gekookt werd. En daar heb ik met diezelfde student Hoogland, die in de tussentijd natuurlijk gepensioneerd is, maar een jaar of 10 geleden hoogleraar funeraire archeologie in Groningen is geworden. U ziet, het kan allemaal nog goed komen, ook als je het wat langzamer aandoet. Hebben we daar met z'n tweeën op dat eiland een zomer in winterse omstandigheden doorgebracht, waar ik u natuurlijk de meest fantastische verhalen over kan vertellen, waar nu geen tijd voor is. Maar daar vonden we diezelfde scheuren en verkleuringen in allerlei botten, die ik hier even op een rijtje gezet heb. Wat vonden we daar eigenlijk aan pathologie? Nou, we vonden bij 2 personen schedelbeschadigingen die kennelijk tijdens het leven waren ontstaan en niet de kans gekregen hadden te genezen. Er werd ook een gebroken dijbeenschacht gevonden bij een van de mannen die vers was. Bij 14 mannen werden geheelde fracturen gevonden. Dat is op een aantal van 50 mannen natuurlijk ontzettend veel. Omdat die zodanig geheeld waren dat er een scheve hoekstand was, dat het makkelijk te herkennen was. Er waren 5 personen van die 14 die meerdere fracturen in hun lichaam hadden. Osteoartritis of artrose, zoals we het hier meestal noemen, kwam heel weinig voor. De gemiddelde leeftijd was behoorlijk laag van de heren. Een andere deficiëntieziekte, namelijk van vitamine D, die makkelijk herkend kon worden, althans als het tijdens de groei was ontstaan, door kromme tibia's, rickets. Engelse ziekte die natuurlijk naar de vijand van toen heel toepasselijk Engelse ziekte genoemd werd. En scheurbuik, die afwijkingen die ik u heb laten zien en straks beter, die vonden we maar liefst bij 39 van de 50 man. Dus bijna 80% stierf met actieve scheurbuik.
En het is daarmee nog niet gezegd dat dat de directe doodsoorzaak is, hoewel wel bekend is dat er uiteindelijk, en daar kom ik straks nog op terug, zoveel bloedingen optreden in het lichaam dat het gewoon het volume wat rondgepompt kan worden te weinig is, ook voor het hart zelf. En uit die tijd en uit de 19e eeuw is een hartstilstand ook een heel veel genoemde doodsoorzaak. Ik ga het u illustreren in detail aan de hand van deze man die daar lag. U kunt het zich denk ik wel voorstellen dat met deze prima student er zwaar werk verricht is om die zware keien van die graven af te rollen. Die er opgelegd waren om ijsberen tegen te houden. Maar een Leids staflid en een Leidse student zijn kennelijk samen sterk genoeg om dat werk teniet te doen, waarbij we overigens gebruik hebben gemaakt van de klompen die we droegen. De student had gezegd, we moesten klompen meenemen, want dan bleven tenminste je voeten droog en niet de laarzen die door de expeditie werden uitgereikt, omdat je eenmaal vochtige voeten in de laarzen nooit meer droog zouden worden, al was het maar door het lopen. En inderdaad, klompen werkte uitstekend, maar werkte ook uitstekend om een schop tussen klomp en zo'n enorme bol erin te zetten en dat dan als hefboom te gebruiken om die stenen van hun plaats te krijgen. Dus deze student had duidelijk ook zijn voordelen, nog even afgezien van het feit dat het een perfecte kok was die met de lege rantsoenen en gedroogd voedsel wat wij meekregen de meest fantastische maaltijden op de meest onherbergzame en eenzame plaats van de wereld te maken. U ziet, die kei hebben we weggehaald, de kistdeksel is weggehaald en deze walvisvaarder ligt gewoon in een blok ijs. Ja, daar kun je natuurlijk weinig mee. En toen hebben we bedacht dat als we daar nou zwarte vuilniszakken oplegden, dat het daglicht wel, ik wil niet zeggen het zonlicht onder die omstandigheden, maar het gewone daglicht, wat natuurlijk wel 24 uur aanwezig was in de zomerperiode, zorgde er toch voor dat in 2-3 dagen het ijs voldoende gesmolten was om het skelet te kunnen bekijken. En bij deze man zien we hier twee tanden uit zijn gebit. En wat opvalt, behalve dat er al heel veel calculus op het emaille zit, is dat de wortelpunten zwart aangekleurd zijn. U moet goed begrijpen dat ik zeg dat nu zo even. Maar ik heb weken nodig gehad voordat ik pas begreep wat eigenlijk de scheurbuik was. Want dat was gewoon onvoldoende beschreven in de literatuur. Maar onder in de wortelkassen, laat ik maar zo zeggen, daar verzamelden zich natuurlijk gebitsbloedingen na de dood, als de weken delen uiteindelijk vergingen. En in dat kommetje onderin, waar de apex zat, daar verzamelden zich dat. U ziet hier dat ook de gewrichtsoppervlakten zwart gekleurd zijn. Nou weten we uit de 19e eeuw, ik laat u daar straks een praatje van zien, dat hemartrose gebitsbloedingen zeer frequent voorkwamen. En u ziet ook hier nog mooier dat de biceps, die bekend is natuurlijk vanwege zijn kracht, kennelijk het bot kapot trok en lokale bloeding veroorzaakte. En nu moet u zich eigenlijk gaan afvragen, hoe kan dat dan dat dat zo makkelijk gebeurt? Nou, dat komt omdat die vitamine C is nodig voor de constructie van collageen. De belangrijkste bouwstof, afgezien van de mineralen in ons lichaam. En dat collageen wordt fragiel. En dat collageen zit natuurlijk in het bot. Hè? Behalve wat de leek bot zou te noemen, mineralen, zit er heel veel collageen in het bot. Hè? U weet dat nog wel, het glutonlijm die u vroeger gebruikte in de kleuterklas. Dat is dat collageen. En dat werd uit botten gekookt. En verder zit dat collageen ook in de bloedvatenwand. En dat betekende dat niet alleen het bot makkelijk kapot ging, omdat de veerkracht eruit ging, er bleef eigenlijk alleen maar mineraal steunweefsel over. Maar ook dat de bloedvaten die daarmee te maken hadden, makkelijk verscheurden omdat de bloedvatenwand ook fragiel was geworden door dat fragiele collageen en meteen een stevige bloeding gaf.
En nou ja, dit is van, allemaal alleen van deze man, maar dat hebben we dus 39 keer gevonden. Zijn condyloppervlakte van zijn kniegewrichten waren helemaal zwart geworden. U ziet dat het ook bij de tibia het geval is. De verspreiding van zo'n bloeding is dus precies ook tot de rand waar het kapsel ophoudt. Hè. Dus niet gewoon het plateau van de tibia alleen, maar ook daaromheen waar buiten het kapsel aanhecht. Het is eigenlijk een prachtige anatomische les die je tegenkomt. Hier ziet u hetzelfde gebeuren met een fibula. Fibula bij deze man links en rechts. En toen zijn we als eerste is eigenlijk begonnen, en dat is een hele begin geweest van een hele ontwikkeling, om van dat botweefsel koepels te slijpen. Ja, dat gebeurde in de 19e eeuw. De manier waarop dat gebeurde was eigenlijk helemaal verloren gegaan, maar dat hebben we weer opgepoetst en verbeterd. En toen bleek dus dat op dat zwarte oppervlak wat u ziet van het bot, want daaronder ziet u de osteocyten in het bot zitten, ziet u daar een soort kristalletjes zitten. En ik zal het ietsje vlugger doen. Hier ziet u diezelfde kristalletjes weer, maar zijn ze specifiek met antilichamen gekleurd voor de aanwezigheid van gedenatureerd hemoglobine. En dat betekende dus het vermoeden wat u natuurlijk had al, en wat ik natuurlijk ook had, dat zwarte, dat eigenlijk bloedingen waren, kon hierbij dus eigenlijk definitief en heel specifiek vastgesteld worden. Omdat het collageen niet aangemaakt kan worden, betekent het ook dat boteroses die ontstaan, zoals we hier aan het periostale oppervlak zien, dit is overigens een azankleuring, dat die gewoon de Hauschildtse lacunae door de osteoclasten blijven gewoon zitten. En die blijven zo zitten totdat je misschien de kans krijgt om ooit van de scheurbuik te genezen. En zo'n geneesgeval laat ik u ook zien, omdat dat heel illustratief is. Daarbij ziet u dat in plaats van een bloeding op de schacht eigenlijk een hele korst terecht is gekomen. Helemaal bovenaan zie je eigenlijk het periostale oppervlak. Het is dus niet zo dat het periostoppervlakte van het bot, zoals bij een periostitis, omgewerkt wordt, omgewoeld wordt en daardoor oneffen wordt. Nee, die hematomen die alsmaar blijven zitten omdat men geen vitamine C krijgt, dat is ook wel bekend, ook uit de Tweede Wereldoorlog, die ossificeren, die verbenen. Dus de bloeding blijft zitten, maar wordt vervangen door botweefsel. En dat is natuurlijk vrij grof botweefsel, maar alles wat dan op het bot ligt, raakt dan ook ingepakt in dat neergelegde botweefsel. En zo zie je ook dwars die periostaalvaatjes oversteken van de ene naar de andere kant. Die zijn dus ingemetseld geraakt door die depositie aan het oppervlak. En daar hebben we bijvoorbeeld ook zo'n slijpkoepel van gemaakt en gekleurd met Pruisisch blauw tegen ijzer. Of om het ijzer, om te bezien in hoeverre daar ook nog bloedresten terug zijn te vinden. En dan ziet u dat daar lagen in zitten. En hoe ouder de laag, hoe langer het lichaam, omdat men het overleefd heeft, de kans gehad heeft dat ijzer, wat aangekleurd wordt, weer te mobiliseren en te hergebruiken. Dat betekent dus dat deze man 4 keer zo'n scheurbuikcrisis door heeft gemaakt, het elke keer overleefd heeft, maar toch de keer dat ik langs moest komen is het helaas fout gegaan, heeft hij het niet meer overleefd en is hij zo geëindigd. Nou, u ziet aan het tabelletje dat het zo is dat vooral de gewrichten in de onderste extremiteit natuurlijk door de lichaamsdruk die erop staat het meest te lijden hebben. Dat zie je ook omdat dan de bloedingen zowel langs de schachten als in de gewrichten symmetrisch in het lichaam zijn. Hè. Je loopt op beide benen, dus beide knieën worden belast, beide enkels worden belast. Die zijn dus allebei aan de beurt als er wat gebeurt. En in de bovenste extremiteit, ja, dan is het maar net of je die rechts bent of links bent of net gestoten hebt of daar hetzelfde gebeurt. Ik kon er geen literatuur eigenlijk over terugvinden, behalve dan dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 2 pathologen, Aschoff en Koch, een boek over scheurbuik geschreven hadden naar aanleiding van het veel voorkomen van scheurbuik bij de soldaten aan het Duitse Oostfront.
Wij denken altijd natuurlijk meteen aan Noord-Frankrijk als we aan de Eerste Wereldoorlog denken. Maar de Duitsers hadden net zoals in de Tweede Wereld ook een oostfront. En dat werd in de Karpaten uitgevochten. En die mannen ontwikkelden scheurbuik. Hier ziet u ze nog bij leven. En u ziet dat de huid, waar veel collageen in zit, dat daar papeltjes op zitten. En dat laat ik u van dichterbij zien, want de pathologen in die tijd hadden natuurlijk geen kleurencamera om een foto te maken. Dit was het beste zwart-wit. Maar ze namen wel een artiest mee die daar een litho van maakte. Om er kleur in te krijgen. En hier ziet u hoe die huid eruit ziet. Met de verse bloedinkjes erin. Dat ziet u links. En rechts ziet u die papeltjes. Hoe slecht ze genezen omdat door de scheurbuik de collageen aanmaak. Ja, meer een soort woekerachtig. Verandering geeft dan dat mooi glad geneest. En ook die scheepskaak en de pijn in de mond van die mannen wordt ineens gebruikelijk. U associeert natuurlijk ook scheurbuik met bloedingen in de mond. En dat komt natuurlijk omdat één van deze in al hun kleren ingepakte matrozen, walvisvaarders, zie je natuurlijk eigenlijk alleen maar het gezicht. En dat was ook op de andere vaart zo. En dat valt heel erg op als daar bloedingen zitten. Maar twee natuurlijk, omdat bij het gebit er veel kracht gezet moet worden om de voeding tot zich te nemen. En ten derde is het toch zo, en daardoor ziet u ook rechts, dat je ontbindingsverschijnselen krijgt. De mond zit door wat wij opeten vol met bacteriën en andere micro-organismen. Waardoor die bloedingen van dat tandvlees wat makkelijk kapot gaat omdat er geen collageen is, onmiddellijk geïnfecteerd raakt. En daar dus eigenlijk een permanente infectie aan de gang is, waarbij ook het uitademen, dat wordt ook verteld, een afschuwelijke lucht geeft. U ziet u van diezelfde secties uit de Eerste Wereld de knie bloedingen in het gewricht zitten. En links ziet u ze langs de tibiaschacht, prachtig weergegeven. En dat... We eindigen het eind van het verhaal. Het had natuurlijk allemaal voorkomen kunnen worden als men maar toegang had gehad tot iets waar vers vitamine C in zat, ascorbinezuur. En dat zit in lepelblad en het zit in beekpunge en het zit in mierikswortel. En daar probeerden dus die artsen uit die tijd en apothekers een extract van te maken. En daar zat hem eigenlijk te knepen. In Nederland was die kennis eigenlijk wel aanwezig dat er iets was met deze twee plantjes. En ik heb eens even op een rijtje gezet wie daar allemaal wel niet wat over gezegd hebben. Dodoneus is een apotheker die in zijn grote apothekersboek al melding van maakt dat sinaasappelen en lepelblad en beekpunge zo geweldig goed helpen. Van Forees, de arts die in Alkmaar zat, maar die ook de lijfarts van Willem van Oranje was en een apotheek in Delft had, die heeft dat ook nog eens benadrukt. In de 17e eeuw zijn er diverse personen die Nederlands medici die daar de nadruk op gelegd hebben. En zelfs de Oost-Indische Compagnie, ik weet niet of u wel eens in Zuid-Afrika geweest bent, maar die hadden daar de zogenaamde plantentuin aangelegd in Kaapstad, zodat de schepen bij hun stop in Kaapstad verse groenten mee konden nemen. Die plantentuin is er nog steeds overigens. Het ligt natuurlijk nu midden in Kaapstad, maar je kunt er prachtig wandelen tussen alle planten door. En de eerste die eigenlijk dat systematisch dan aanpakte, even afgezien van de Nederlanders die er allemaal melding van maken en het bij het rechte eind hadden, was Lind, dat was een scheepsarts van de Engelse marine. Die heeft een proef gedraaid met zijn bemanning door een lange reis te maken en de ene helft wel lijmsap te geven en de andere helft niet. En toen die, ik zeg het een beetje spottend, thuis kwam en de ene helft overleden was en de andere helft van de bemanning kennelijk geen scheurbuik gehad had, was het voor hem zeker dat het met lijm en dat sap iets te maken had. Al wist hij natuurlijk niet dat het om ascorbinezuur ging. Het gevolg is geweest dat hij dat op schrift gesteld heeft, aangeboden heeft aan de admiraliteit in Londen. En die heeft bijna 40 jaar
ongeloof verspreid, niet willen aanvaarden wat die man zei. Zodat terwijl in Nederland door de wind de bemanningen in leven bleven op de Engelse admiraliteit, de matrozen 30, 40 jaar lang nog overleden aan scheurbuik. Want wat had de Zeeuw, hij heette niet de Zeeuw, maar hij heette de Wind, maar hij kwam uit Zeeland. Hij had dat verhaal van Lind gelezen en bedacht dat je dus eigenlijk iets van groente moest hebben wat je goed mee kon nemen. En dat was natuurlijk zuurkool. En de schepen namen zuurkool mee, de scheurbuik was voorbij. Later werd aardappel het belangrijkste voedingsmiddel, ook voor bemanningen aan boord. In aardappelen zit heel veel vitamine C. En het gevolg was dat in Nederland eigenlijk deze ellende voorbij was. En u ziet dat het pas in 1928 was dat het chemische stofje ascorbinezuur gevonden is. En dat het eigenlijk als het middeltje zonder tussenkomst van groenten zelf geproduceerd gebruikt kon worden. Dat is eigenlijk pas voor kort voor de Tweede Wereldoorlog is dat op zijn plaats terechtgekomen. En sindsdien hebben wij daar, behalve in uitzonderlijke forensische gevallen, want in Nederland komt het nog af en toe voor. Ik heb dat zelf ook een keer gezien voor mensen die driehoog achterleven, meestal oude mannen, en zeggen dat een glas bier even goed is als een bruine boterham en dat een paar jaar volhouden, die ontwikkelen uiteindelijk dit. En tenslotte nog te zeggen, hoe komt het nou met die zeven overwinteraars? Het stukje wat ik u voorgelezen heb uit de Atlas van Blauw. Pas na maanden je hersens werken blijkbaar ijlen na met denken, bedacht ik me ineens dat als dat opgeschreven is 30 jaar later in de Atlas van Blauw, dan moeten die bemanningen die elk voorjaar aankwam om die walvissen te vangen, die moeten dan toch even wat stenen weggerold hebben om te kijken hoe die jongens erbij lagen. En die rapporteerde, dat was dus bekend bij ze, van nou ja, die jongens liggen er nog prima bij, hoe is het mogelijk, 30 jaar voorbij. Blauw heeft het in zijn atlas laten zetten. En het betekent dus dat die mannen degene geweest zijn die die grote keien van dat gezamenlijke graf afgerold hebben. Waardoor het mos de kans kreeg, maar nu niet meer zichtbaar als een profiel van bolders, het mos dicht te groeien. Ja, en dan loop je met 200 mariniers overheen zonder dat je in de gaten hebt op deze zeven helden te staan. En je hebt dus een student nodig die een beetje zo is. En dan komt het weer allemaal goed. Dank u wel voor de aandacht.